Het is een drukte van belang. Burgers, handelslieden, zeelui, Jan en alle mannen samengestroomd op de markt om een terechtstelling te zien. De veroordeelde ligt al geknield op het schavot en de beul houdt het zwaard klaar om op het bevel van de officier zijn taak te volbrengen. Naast het schavot brandt een flink vuur in een stapel boeken. Niet toevallig. Die boeken hebben alles met de veroordeelde te maken. De man op het schavot is Jacob van Liesveld, de bekende Antwerpse boekdrukker. En op die brandstapel liggen bijbels die hij heeft gedrukt. Wist hij dan niet dat keizer Karel V het drukken en bezitten van zulke bijbels streng verboden had? Oh ja, hij wist het best. En toch had hij het gedaan. Hij geloofde dat het een opdracht van God was om deze bijbels te drukken. En toen had hij besloten dat hij liever God wilde gehoorzamen dan de keizer en de leiders van de kerk, die de mensen verboden hadden deze bijbel te lezen. Maar wat was er dan toch verkeerd aan deze bijbel, dat het je leven kon kosten er een te drukken of te bezitten? In een kleine kasteelkamer zit een edelman druk te schrijven. Een enkele keer maar kijkt hij verlangend uit het raam om te genieten van het prachtige uitzicht over het Duitse land. Jonker Georg is een gevangene. Een paar weken geleden is hij door rovers overvallen en meegenomen naar dit kasteel, de Wartburg. Maar de rovers bleken geen vijanden, maar vrienden, die Maarten Luther liever een poosje lieten verdwijnen dan dat hij door vijanden vermoord zou worden. Luther heeft zijn haar laten groeien en zijn baard. Maar ondanks die vermomming brengt hij haast al zijn tijd op zijn werkkamer door. Hij is bezig het Nieuwe Testament van de Bijbel uit het Grieks in het Duits te vertalen. Dan kunnen alle mensen straks zelf lezen dat wat de kerk over sommige dingen leert niet volgens de Bijbel is. Zo vertaalt Luther binnen 2 maanden tijd het Nieuwe Testament in het Duits. Een absoluut record. En in recordtempo wordt die Lutherbijbel ook gedrukt, vertaald en bij duizenden over Europa verspreid. Er kwam ook een vertaling in het Nederlands uit. Maar toen had de Spaanse overheid, die over de Nederlanden regeerde, meteen al maatregelen genomen. Een onderzoek wees uit dat Jacob van Liesveld uit Antwerpen de drukker was. Zo sterft de Antwerpse drukker door onthoofding, omdat hij de mensen de Bijbel van Luther wilde geven. Maar wie denkt dat deze vreselijke straf de mensen afschrikt, die heeft het mis. Zelfs uit de brandstapel pikken mensen nog boeken weg als de soldaten een ogenblik niet kijken. Zo graag willen ze in de Bijbel lezen. En ook al moet Jacob van Liesveld zijn drukkerswerk met de dood bekopen, zijn Bijbel gaat in de Nederlanden van hand tot hand. Overal komen mensen 's avonds in het geheim bij elkaar, bij iemand die zo'n Bijbel heeft, om er samen in te lezen of een predikant om uitleg te vragen. Kooplui en marskramers trekken ermee door het land. Tot in de kleinste dorpjes komen zo de Liesveldbijbels en zelfs de dorpspastoors willen wel zo'n Bijbel van Luther kopen. Buiten de stadspoort ligt een schip tegen de wal gemeerd. In de stad is het al omgeroepen dat het turfschip aangekomen is. En het werd wel tijd ook, want de winter staat voor de deur. De eerste bewoners komen de stadspoort al uit om een voorraadje turf in te slaan. Is de schipper werkelijk zo slordig dat die turven zomaar op de voorplecht slingeren? Of liggen ze daar niet toevallig? Als je er speciaal op let, zie je dat ze liggen in de vorm van een kruis. Het is een geheim teken. Nu weten de mensen dat de schipper ook nog wat anders aan boord heeft, dat niet je huis, maar wel je hart kan verwarmen. Alsjeblieft, je had het goed gezien. Maar denk erom, verstop die Bijbel goed onder je mantel en vertel niemand iets als je niet zeker weet dat hij te vertrouwen is. Zo vinden de Bijbels vanuit Antwerpen hun weg door de Nederlanden. Maar dat niet alleen, zelfs naar andere landen. Aan de Scheldekade liggen schepen uit alle windstreken, bewaakt door het grimmige kasteel. Een schip wordt geladen met graan. Alleen graan? Nee, Engeland heeft ook behoefte aan ander soort voedsel. Niet voor het lichaam,
maar voor het hart. Een geleerde man, William Tyndale, is daarvoor uit Engeland gekomen om te proberen iets van dat brood voor het hart naar Engeland te krijgen. Hij zelf heeft de Bijbel in het Engels vertaald en dat in Duitsland en Antwerpen laten drukken. Helaas heeft ook de koning van Engeland de Bijbel daar tot verboden boek verklaard. Maar William is slim. Als de koning geen Bijbels wil zien, nou dan zal hij ze ook niet zien. Stuk voor stuk laat Tyndale de Bijbels verstoppen in zakken graan. Er zijn scheepskapiteins genoeg die Bijbels naar Engeland willen smokkelen, als ze er zelf ook eentje mogen houden. Helaas moesten velen dat met de dood bekopen. Ze stierven aan de galg of werden onthoofd, zoals Jacob van Liesveld. Ook William Tyndale werd gepakt. Hij stierf op de brandstapel. Ik denk, waarde collega's, dat de Nederlandse vertaling van dat Griekse woord niet helemaal weergeeft wat bedoeld wordt. Misschien heeft een van u een beter voorstel. Ik denk dat je gelijk hebt. Luther geeft in het Duits ook iets anders. Het is 1635. Bijna 10 jaar is er inmiddels aan de vertaling van de Bijbel gewerkt. Er is veel tegenslag geweest. Enkele vertalers zijn inmiddels overleden. En nu lopen de mannen de tekst nog eens door om de laatste verbeteringen aan te brengen. Het Nieuwe Testament is bijna klaar. Ondertussen kijkt een uit het raam. De hoeveelste begrafenis is dat al niet vandaag? Het mag een wonder heten dat geen van ons door de ziekte is aangetast. Ja, de vorige week zijn wel 1500 mensen in Leiden aan de pest bezweken. Maar we mogen inderdaad God diep dankbaar zijn dat we het werk tot nog toe kunnen voortzetten. Het is de oude dominee Bogerman die die woorden spreekt. Elke dag bidt hij met de anderen dat God hen zal bewaren voor de vreselijke pestepidemie die Leiden heeft getroffen. En inderdaad, het werk komt klaar. Nu het drukken nog. Het is 17 september 1637. In dezelfde tijd van het jaar waarin onze koningin jaarlijks de ridderzaal in Den Haag betreedt voor de opening van de Staten-Generaal, betreedt een klein groepje predikanten dezelfde historische zaal. De oude dominee Valleius, een van de vertalers, doet het woord. We zijn dankbaar dat we met Gods hulp en uw steun dit grote werk mochten volbrengen. De Staten-Generaal komt het eerste exemplaar toe van de eerste Nederlandse Bijbel die rechtstreeks uit de oorspronkelijke talen is overgezet. Een dienaar stapt naar voren. Hij draagt een groot, in paars fluweel gebonden boek. Het is de eerste Statenbijbel. Het is niet moeilijk te raden waarom deze Bijbel die naam draagt. Op de voorpagina staat het duidelijk te lezen. Door last der hoogmogende heren Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden. Het was de regering van het land geweest die de opdracht had gegeven en het werk had betaald. En zelfs de stad Leiden, waar de vertalers werkten, ontbreekt niet op de voorpagina. In de loop der jaren, vooral in deze eeuw, zijn er andere vertalingen van de Bijbel in het Nederlands bijgekomen. Maar geen boek in de Nederlandse geschiedenis heeft zo'n invloed op ons volk en onze taal gehad als deze Statenbijbel. In elk huis is eruit gelezen. De Bijbel die bijvoorbeeld afgebeeld staat op het bekende schilderij van Rembrandts moeder, geschilderd door Gerard Douw, is deze Statenbijbel. Op elk schip van de Oost- en West-Indische Compagnie ging een Bijbel mee, zoals deze scheepsbijbel van onze grote zeeheld admiraal Tromp. En nog steeds liggen honderden prachtige Statenbijbels op preekstoelen in kerken overal in het land. Nu lezen de meeste mensen een nieuwere vertaling van de Bijbel. Maar nog steeds lezen ook veel mensen de Bijbel in de Statenvertaling. Niet alleen omdat het een monument van onze taal geworden is, maar ook om de zuiverheid en kennis waarmee de vertalers te werk zijn gegaan.